Het ABWC organiseert vaardigheidstoetsen voor de brandweer. De toetsen zijn vaak gebaseerd op incidenten die echt hebben plaatsgevonden. Op deze manier deelt men kennis en ervaring door het hele land. Een jury beoordeelt de deelnemers en geeft ze feedback, zodat men van elkaar leert. Vandaag, 13 april, gingen 10 korpsen de competitie met elkaar aan in Giessen. 55, 31, ik heb de volgende melding voor u. Een PO1 ongeval met beknelling aan de Industrieweg 18 te Giessen. Begrijp me, 55, 31, rukt uit GMK. Voor de brandweer op locatie komt, houdt een buschauffeur ze aan, omdat er iemand onwel is geworden. De bedrijfsleider ziet dat de brandweer te vroeg is gestopt en gaat ze halen. Hallo, is er iemand? Bij binnenkomst blijkt er rook te hangen. Er is een brandende sigaret in een afvalton gegooid. De brandweer gaat met gasmaskers op naar binnen. We waren met 3 man aan. Ja. De gevallen wagen wordt gestut. Het karretje, is dat ook stabiel gemaakt? Wat is er gebeurd, jongen? Het slachtoffer wordt ondersteund en warm gehouden. Het slachtoffer stabiel? Hij is heel blij alleen. Zodra het ambulancepersoneel gearriveerd is, wordt het slachtoffer aan hen overgedragen. Een generator geeft te veel CO2 af en het alarm gaat af. Iedereen moet de ruimte verlaten tot het niveau weer gedaald is. Met een spreader wordt de wagen een aantal centimeter omhoog gewerkt, zodat de beknelde arm er tussenuit gehaald kan worden. Hij gaat omhoog. Allemaal genoeg. Hoeveel? Ja, hij is hoog genoeg zo. Hij is hoog genoeg. Blokkeren. Ja, dan houdt het op. Ja, ik probeer het toch. Direct na de toets geeft de jury feedback aan de deelnemers. We hebben een brandweeroefening gedaan. Hoe is die voor jullie verlopen? Ik denk globaal genomen wel aardig. Ja, er zaten natuurlijk wat instinkertjes in. En dan ontstaat er natuurlijk twijfel. Maar ik denk dat we hem achteraf nog wel aardig opgelost hebben. Dus ik map er niet. Jurgen, we hebben net de oefening gehad, of de wedstrijd eigenlijk beter gezegd. Ja. Wat vond je het moeilijkste ervan? Het moeilijkste was schakelen van een brandje naar eigenlijk een ongeval. En eigenlijk wel diverse werkzaamheden die we hebben, zeg maar.